Jij bent chef de mission, alweer, voor de tweede keer nu. Ja. Hoeveel mensen heb je bij je? We hebben nu 41 sporters, maar daarbij nog 23 coaches, arts, fysio's, dus een totale ploeg van 74 mensen. Dat is Team NL. En ik ga niet alle sporten opnoemen, maar er zijn een aantal sporten bij die best bijzonder zijn. Of voor de eerste keer hier meedoen aan de Jeugd Olympische Spelen. Ja, er wordt best wat vernieuwend gedaan op deze Spelen. We hebben bijvoorbeeld breakdance, helemaal nieuw binnen Olympisch format. We hebben beach handball, ook nog niet eerder aan deelgenomen binnen Olympische context. Dus ja, we hebben wel wat nieuwe dingen te zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En ik weet zeker dat ze het goed gaan doen. Ja, je hebt al je sporters al bij elkaar zitten. Je wou niet in het centrum van het dorp zitten. Je hebt een mooi plekje een beetje aan het uiteinde van het dorp gevonden. Ja. Wordt het al een team? Ja, het wordt zeker een team. We zijn pas één dag binnen. Maar je merkt al, zeker als iedereen natuurlijk bij elkaar in de appartementen, op de kamers bij elkaar slaapt, met elkaar gaat eten. Dat we hier wel als talentteam allemaal in onze oranje outfit hier ons begeven binnen het dorp. Zaterdag is de opening, daarna beginnen de wedstrijden. Durf je een uitspraak te doen over medaillespiegel? Nou, ik durf wel te zeggen dat we medailles gaan winnen. Ja. Welke en wie dat zijn, dat weet ik nog niet. De verhoudingen kunnen snel verschillen binnen deze leeftijdsklasse, maar wij gaan medailles winnen. Fantastisch antwoord, je moet lekker in de politiek gaan. Heel veel succes. Hoi.